Hoi, ik heb een shopblog voor jullie. Ik ben de afgelopen dagen 4 dagen naar Barcelona geweest. En daar heb ik wat, best wel veel geshopt. Er zijn echt ontzettend veel winkels in Barcelona waar je ontzettend goed kunt shoppen. Ik heb onder andere veel kleding gekocht en ook wel veel make-up. Dus ik ga het in 2 delen doen. Dat is voor jullie makkelijk, zodat jullie zelf kunnen kiezen wat jullie, of jullie het allebei willen zien of apart. Zo, dus ik ga beginnen met kleding. Als eerst ben ik naar de winkel Shanna geweest, die ik zelf helemaal niet bekend mee was. Maar ik dacht, ja, het is echt super leuk. Ik vind het leukste van city trips, om juist winkels te leren kennen die je helemaal niet kent. En het wordt steeds moeilijker, want tegenwoordig zitten overal dezelfde winkels. Er zaten ook ontzettend veel Zara's, ik kom natuurlijk uit Spanje, H&M, nou ja, echt, you name it. Het is ontzettend moeilijk om iets origineels te vinden. En dit was echt een ontzettend leuke winkel. Ik vind echt... Ik wil echt deze winkel in Nederland, stiekem heel graag. Want het is hele leuke kleding, echt helemaal mijn ding. Vol met printjes, maar heel erg betaalbaar. Ik ben naar 2 verschillende winkels geweest. En de laatste keer heb ik echt 2 dingen gekocht die echt zo Vera, die me echt zo erg aan Vera doen denken. Als eerst deze snorretrui. Ja, ik kon hem echt niet laten liggen. Hij is zo lekker, gewoon simpel, echt zo'n sweater. Met een all-over print. Het is wat moeilijk. Ik film met mijn oude camera. En die is wat slechter. En het licht. Het is ineens heel donker. dat is mijn oudere camera. Dus het is, die zoomt. Die heeft zeg maar niet zo'n wijd beeld. Dus dat is wat lastig om te laten zien. Maar ik hoop dat jullie een idee krijgen. Deze was €12,99. Echt super cheap. Zo chill. Deze is iets gekreukt. Deze doet ook echt heel erg aan Vera drinken. Rode lipstift. Of nee, eigenlijk is het meer roze. Maar het is echt heel grappig. Het is gewoon een simpel wit shirt met lippenstift erop. Kusjes. Maar ik vond hem echt te leuk. Het is echt zo'n kreuk shirt. Dan dit jurkje. Het is een heel simpel model. Met een, in de taille is het wat getailleerd. In je middel is het wat getailleerd. Met een riempje er ook bij. En de print is allemaal kusjes weer. Maar echt heel cute. Donkerblauw jurkje. Lekker simpel. Lekker zomers. Ik hou hier echt heel erg van. En weer printjes. Oh, die was trouwens... Wat wil ik de prijzen noemen? €14,99. Ook echt geen geld. Dan dit hele coole blouseje. Met zo'n heel cute kraagje. Echt. En allemaal ankertjes en bootjes staan erop. Dat kraagje vind ik echt super cute. Aan de achterkant zitten allemaal knoopjes. Tot helemaal aan de onderkant. Nou, dit is gewoon een super lekker zomerse shirtje. Waar je alleen maar lekker een hemdje onder kan doen. Nou, ik hou echt van printjes. En deze was €14,99. En als laatste een tanktop. Met daarop... Deze cute print, een poesje. De zonnebrug kon echt niet laten liggen. Hij is echt zo cute. En deze was maar €3,99. Zat ook met hondjes en zo. Echt heel leuk. En dan staat er Top Cat. Dat is alles wat ik bij Shanna heb gekocht. Ik heb Shanna bezocht bij de Ramblas. En La Rambla dus. En bij La Macchianesta. Dat is, Macchianesta is een shoppingmall. Met onder andere, ja, echt alle winkels die je eigenlijk moet zien. Blanco is ook een hele leuke kledingwinkel. Dus helaas, heel veel dingen waren het net te duur of niet mijn maat. Dat is echt super jammer. Shanna dus zat er ook. Forever 21, Kiko, Inglot. Nou, echt Starbucks en zo. Gewoon alle winkels die je even wil zien. Dus als je gewoon even 1 dag uittrekt voor het shoppen... Dan raad ik je echt aan om naar Macchianesta te gaan. Wel een plattegrond meenemen. Want als je de metro uitstapt, station. Wordt totaal niet aangegeven. Het is echt nog best wel een kwartiertje lopen. Dus we zijn echt 10 keer verkeerd gelopen en omgelopen. Maar het is een super chille shoppingmall. Heel rustig. En het is helemaal open. Dus niet overdekt. Dus heerlijk. Gewoon echt. Als je gewoon wil winkelen in Barcelona, ga dan gewoon 1 dag naar zo'n shoppingmall. Dat is gewoon ideaal en heb je gelijk alles gezien wat je wil zien. Zoals ik al zei, bij Macchianesta was ook een Forever 21. Ik ben nog nooit in zo'n rustig Forever 21 geweest. Ik ben in Londen 2 keer geweest. Nou, de eerste keer dat ik daar was echt
drama. Ik moest in de rij staan om bij de accessoires te kijken. Hier waren misschien 2, 3 mensen binnen. En de zaak was zo groot. Het was echt ideaal. Maar Forever 21 heeft zoveel leuks. En het is zo groot. Dat ik eigenlijk nooit weet. Dat ik eigenlijk nooit slaag. Omdat ik nooit weet wat ik moet nemen. Uiteindelijk ga ik altijd maar met 2, 3 dingen naar buiten. Ik ging onder andere naar Forever 21 om daar een mosonderzoek shirt te scoren. Die stond op de webshop. En mijn moeder ging vragen in het Engels. My daughter is searching for a dog shirt. En het meisje zegt zo. Oh, praat je Nederlands? Je praat maar gewoon Nederlands. Dus dat meisje kwam zo naar me toe van. Ja, hoi, we hebben dat shirt niet meer. Dus ik dacht zo. Huh? What the fuck? Maar dat is echt een grote teleurstelling. Maar goed. Alsnog 2 dingetjes gekocht. Ik ging laatst sushi eten met Teske. En ze liet me dit shirt zien. Echt van. Ik dacht, wow, dat is echt zo leuk. En toen ik hem zag hangen, dacht ik. Ik had niet verwacht dat ze hem eigenlijk nog hadden. Maar toen zag ik hem, dacht ik. Ja, nou, sorry Teske, maar deze kan ik echt niet laten hangen. Gelukkig vindt ze dat niet erg. En er staan echt hele lieve, kleine konijntjes op. En het is gewoon weer zo'n simpel, lekker, luchtig blouseje. Maar oh my god, die print. Look how cute. Dat is echt te schattig. Echt heel leuk. Leuk. En die was 1575. Dan iets heel saais. Maar echt wat ik al heel lang zoek is gewoon een simpel, kort, katoenen broekje. Want ik vind het echt heerlijk om in de zomer jurkjes of rokjes te dragen. Maar dat gaat gewoon na een tijdje gaat echt je benen gaan kapot scheuren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je de hele dag mee loopt en je zweet. You ladies know what I mean. Dan word je echt, dat doet pijn. Dus uiteindelijk loop ik dan alsnog met een lange broek. Dus dit is ideaal. Gewoon hieronder, onder je jurkje of rokje. Even snel dat broekje. En dan kan je toch lekker zomers naar buiten. En deze was echt super cheap. 3,75. Dat is echt iets wat je zo lang zoekt. En dan vind je het en dan super goedkoop. Chill. En ik was al een tijdje van plan om misschien Clarks te gaan kopen. En Clarks vind ik hele toffe schoenen. Maar die zijn €130 ongeveer. Model wat ik wilde. Maar ik dacht, ik wil ze zo graag. Dat zijn echt van die schoenen die makkelijk te combineren zijn. En gewoon leuk bij alles staan. Ik denk toch dat ik ze ga kopen. En ik dacht, misschien kan ik ze in Spanje voor een paar tientjes goedkoper scoren. Dat was mijn plan om even te gaan kijken of de prijs daar misschien anders zou zijn. Totdat ik langs een week een winkeltje liep. En steeds meer schoenenwinkels zag. Waar ze gewoon overal neppers voor €25 verkocht. En ik was zo blij. Want ik had al zoiets lopen zoeken in Nederland. Er moest het toch wel nep Clark zijn. Maar die kon ik dus echt nergens vinden. En daar hadden ze echt in alle kleuren. En dat was echt super moeilijk om een kleur uit te kiezen. Ik ben uiteindelijk voor donkerblauw gegaan. Misschien een beetje saai. Maar ik weet zeker dat ik ze dan ga dragen. Ik vond lichtblauw en zo ook heel leuk. En mintgroen hadden ze. Maar ja, weet je, dan kan je ze niet zo vaak dragen. Dat vind ik gewoon fijn dat ik schoenen heb die gewoon leuk staan. En gewoon ook makkelijk te combineren zijn. Ik heb ze al gedragen in het Parc de Güell. Parc de Güell dus. En daar is super stoffig. Maar goed, het is suède is het dus. En donkerblauw. En dus, ja, het zijn echt unisex schoenen. Maar ik ben echt super blij mee. Ik vind het zulke toffe schoenen. En eigenlijk zou ik ze echt in alle kleuren willen kopen. En ik had eigenlijk wel een beetje spijt dat ik nu niet gewoon nog een paar heb gekocht. €25, weet je. En ja, ik weet niet. Ze loopt echt prima. Ik heb er de hele dag op gelopen. En echt, het is echt, als je naar Spanje gaat, koop deze schoenen. Ze hebben ook echt zulke leuke kleuren. En ze zijn zo cute. Dus hier ben ik super blij mee. Dit waren al alle koopjes qua kleding. En ja, ik ga het dus zo. Als je het volgende deel wil zien, de make-up. Klik dan even hieronder in de beschrijving. Dan zet ik daar ook de link van neer. En ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei. Peace out. Dat zei ik echt heel. Peace out. Doei.